Ja, volgens mij is dit beter. Maar waarom staat nou mijn camera weer scheef? Nou ja, wat is dit nou weer dan? Even restarten op de PC. Ja, daar staat het beter. Is dit beter? Maar Nee, waarom geluid staat nou mijn uit. camera weer scheef? Oké. Nou, zo dan. Goedemorgen. Ik ben nog helemaal alleen. Wat is dit dan? Ik had toch echt gezegd 10:30. Maar goed dat we terug kunnen kijken. Ben toch nog niet tevreden. Ik ga hem nog even iets meer kantelen. Want dan hoef ik mijn armen niet zo te strekken. En dat is voor mij gewoon even iets beter momenteel. Zo, even. Oh, mijn hele systeem kantelen. Buikenhouden. Nou, zo moet wel lukken, denk ik. Even kijken hoor. Dit is de onderkant van mijn beeld. Het komt mooi uit. En dit is de bovenkant van mijn beeld. En dat is bijna mijn hele craftsheet. Oké. En staan we nog een beetje recht? Eigenlijk niet, hè? Oh, dat had ik net moeten doen. Maar toen zei Daisy ineens van ik moet uit. Dus ja, dat gaat voor. Ik ga gewoon beginnen en jullie wandelen wel binnen. Of jullie kijken gewoon terug. We zijn van de week, zijn wij gestopt. Hadden we deze pagina gemaakt. Dit was pagina 2. En dat was dus ook deel 2 van het filmpje. Maar we waren al 1,5 uur bezig. En ik ben gewoon gestopt omdat mijn arm niet meer wilde. Vandaag gingen we hem aankleden. Wat hebben we tot nu toe? We gingen van links gaan we naar rechts. En van rechts gingen we naar links. Konden we hem open doen. En dan hadden we hier een grote space. Klikten we dicht. Dan kon die hier ook van links naar rechts. En hier van rechts naar links. Dat is wat wij nu hadden. Dan gaan wij hem aankleden en dat ga ik doen van achter naar voren. Dus zo. Ik heb hier nog een verf staan van een ander project waar ik mee bezig ben. Ik ben met tig projecten bezig. Ik was gisteren bezig met alcoholinkt. Kijk, dat is toch ook wel heel erg leuk hoor. Maar goed, daar zijn we nu niet mee bezig. Even kijken. Ik heb een kriebel in mijn keel. En dat is heel vervelend. Mijn plasticje er weer aan vast. Chips. En dat bedoelde ik dus met die lijmlaag van Stopperia. Ja, die is zo vervelend. Ik ga hem even aan de bak plakken. Vastplakken. Oh, want nou is mijn papier beschadigd aan de onderkant. Gelukkig hebben we er maar twee. Goedemorgen, Dinaida. Wat gaan wij doen? Wat gaan wij doen? Dit waren nog leuke restjes. Dit zijn nog tags. Deze zijn veel te groot. Nee. Even kijken. Rood zouden we alleen nog gebruiken voor de kanten. Dit zijn ook reststukken. Ja, ik heb alles even bij elkaar gegrepen. Zo. En neergelegd. Want ja, ik kan gewoon niet stil blijven zitten. Dus als ik hiermee stop, ga ik weer verder met wat anders. Wat is leuk? Even kijken. Wat is leuk? Wat is leuk? Goedemorgen, Stephanie. Een kilo wat? Een kilo slikken? Wat is dat nou weer? Die dat niet geplaatst wordt. Goeie. Wat heb ik nou gemist? Die is zo leuk. Ik denk die moet ik toch gebruiken. Slijm! Oh! Ja. Nee, gewoon een kriebel. Het is nog niet eens slijm. Want dan kun je het nog ophoesten. Het is gewoon een irritante kriebel. Ja, dat dus. Deze vind ik echt wel heel gaaf. Met de bloem. Even kijken, als we die hele bloem er nou inzetten.
Hoe groot is die? Die komt buiten de pagina. De pagina loopt hier. Dat is eigenlijk wel vervelend. Of ik moet hem zo gaan doen. Ik snij hem wel breder. Maar dan hou ik hier weer zo'n brede rand over. Want dit papier is natuurlijk weer groter dan dat deel. En dat vind ik eigenlijk ook weer niet mooi. Of we pakken dat stuk voor de binnenkant hier. Dat is misschien nog wel veel leuker. Dat gaan wij doen. Dus die ga ik vast aftekenen. Ik had zo goed alles opgeruimd. Ik ben gewoon vergeten alles weer te pakken. Normaal ligt dat gewoon allemaal standaard klaar. Eigenlijk ruim ik het gewoon niet op. Het is veel makkelijker. Zijn mijn potloodstreepjes zo onduidelijk? Nee, hij was niet onduidelijk. Ik twijfel gewoon veel te veel. Nou ben ik er weer kwijt. Waar staat dat ding nou? Oh, daar. Ik zit net hier weer buiten het licht te werken. Dat is eigenlijk helemaal niet zo handig. Ik moet gewoon even mijn TL-balk aanzetten. Zo. Want dat scheelt gewoon een heleboel. Kijk. Nou kan ik hem helemaal bekleden mee. Gaan we dat helemaal doen? Ja, dat gaan we helemaal doen. Nou, mijn schouder. Goedemorgen, Annette. Nee, niet. Ik kwam daar al echt. Ik was echt zo vreselijk zenuwachtig. En dat was een hele lieve arts. Ze riep me om en ik vroeg of ik meteen kon vertrekken. Nou, dat kon dus niet van me. Dus dat was eigenlijk best wel minder. En nou, ze heeft me alles uitgelegd. Hè? Omdat je toch wel de meest horrorverhalen op de duur kreeg. Van ja, ze gaan er met slangen in. Ik denk, nou, dat gaat hem dus niet worden. Er worden helemaal niet met slangen in mijn lijf geprikt. Daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. En krijg je op de duur een of andere operatie. Laken over je heen met een gat erin. En dat gat, dat plakken ze dan op je schouder. Of eigenlijk over je schouder heen. En dan pakken ze echt naalden. Nou, die zijn zo. Niet overdreven. Die zijn zo'n 20 centimeter lang. Zegt ze, maar die gaan er niet helemaal in hoor. Nou, ik had zoiets als die er aan de voorkant ingaan. Dan gaan die aan de andere kant er weer uit. Maar goed, dat viel gelukkig dus mee. En ze gaat aan de gang. Ja, de prikken met de verdoving. Ja, die zijn gewoon echt zwaar. Kloten. Om het gewoon op z'n Hollands te zeggen. En die zijn de meest pijnlijke. Maar goed, het was niet, eigenlijk niet veel anders dan tot ik het al bij de orthopeed had gehad. En daar had ik ook al diverse spuiten in mijn schouders gekregen. Met een of andere steroïdeachtig iets. En dit was eigenlijk net zo. Je voelt gewoon dat er wat ingespoten wordt. En dat het heel erg uitzit. Dus dat echt, zeg maar, de schenieren uit elkaar getrokken worden. Dat effect geeft het. En dan zegt ze op een uur, nou, daar komt-ie. En dan hoor je letterlijk. Dat hoor je dus gewoon echt. Dus ik had zoiets van, nou, wat zijn de buren hiernaast aan doen? Nee hoor, zegt ze, dat ben ik. Ik zeg ze, ik ben het kalk aan het wegkrabben. Zegt ze, maar dat is zo hard. Ze moesten eigenlijk gaatjes prikken. Dat was de bedoeling. Dat de gaatjes in het kalk geprikt werden. En dat de vloeistof dus in het kalk gespoten wordt. Zodat dan het kalk op de boef ging zeggen. Nou, het zei alles behalve boef. Dus ze hebben zitten krabben eraan. En het, ja, je voelt het. Maar het is niet dat je zegt van jongens, wat de pijn is dat. Nou heb ik ook wel een mega hoge pijngrens schijnbaar. Want ik vond het eigenlijk allemaal best wel meevallen. En toen bleek er dus nog een stuk in te zitten. Ik heb dus twee van die gigantische kalkbrokken. Alleen eentje ging buiten beeld. Dus daar kon ze ook op dat moment niks aan doen. En van het stuk van 7 centimeter, daar heb ze nou een stukje weg kunnen halen.
hopelijk is dat het stukje dus ook wat dus belemmert dat mijn arm goed genoeg in de kom omhoog gaat. En dan zouden we klaar zijn, denk je. Maar nee, nee, we gaan dus nog een keertje terug. We gaan eerst over 8 weken kijken, hoe is het? Wat kan mijn arm doen? Je moet nou rust houden, hè? Wel bewegen, maar wel rust houden. En dan, als het het gewenste resultaat is, wat het moet worden, dan laten we het lekker zo. Dan heb ik zoiets van, nou, waarom zullen we dan nog verder gaan zitten poren? Zo fijn. Het is niet fijn. De zenuwen zijn nog het meest erge, denk ik. Maar ja, doet dat het niet, dan gaan we dus nog een keer. En dan gaat ze weer een poging proberen om het te doorbreken. En ja, anders ben ik toch bang dat die open moet. En daar zie ik niet zo goed, ja, zie ik eigenlijk niet zo, zie ik gewoon niet zo zitten. Want, juist omdat ik heel erg ontsteek. Dus ja, we gaan het eigenlijk afwachten. Je kan er nu nog niks meer zeggen. Je moest dan 2 dagen echt totaal niet bewegen. Dus dat is voor mij best een probleem, want ik kom beneden. Of ik kom eigenlijk thuis en ik wil wat pakken. Het eerste wat ik doe is dus dit met mijn andere arm. En dat was dus auw. Dat moet je dus niet doen. Toen zijn we dus een slingwezen halen. Nou, dat is in dit geval gewoon een drama. Want alles moet op bestelling. Maar goed, er in een of andere apotheek ver weg is dan, die had dat dus. En dus 2 weken eigenlijk ja, mijn arm vastgebonden gehad. En we hadden zoiets, of 2 weken, 2 dagen. Bleh, 2 weken. En we hadden zoiets van, nou ze hadden het wel leuk gekleuren, maar gewoon niet. Het kleurt niet. En ik vind de pijn vind ik ook wel meevallen. Ik moet wel zeggen, ik slik er allemaal dol voor mijn buik en voor mijn rug. En misschien dat dan ook wel de pijn onderdrukt. Ik merk wel, 's morgens dan is dat vreselijk stijf, die kant. Maar ja, en ik kan er nog niet op liggen. Dat heb ik vannacht geprobeerd. Dat lukt dus niet. Ik ben vanmorgen wel wezen brommen rijden, heel voorzichtig. Nou, dat is dus niet prettig. Maar voor de rest, ja, ik mag niet klagen. Ik mag werkelijk gewoon niet klagen. Of het ook geholpen heb, weet ik ook nog niet. Want ik kan mijn arm dus nog steeds niet zo hoog opruimen of optillen. Het strekken, dat gaat dus tot zover en dan houdt het ook nog op. Dus ik neem aan dat dat is omdat het net opengekratst is geweest aan de binnenkant. Ja, en anders dan, ja, dan maar niet. Dan houdt het op. Dus maar al met al. Ja, viel het mee. Nou ja, ja, moet ik zeggen. Maar ja, ieder mens is natuurlijk anders. En je best kans, dat zegt zij ook juist omdat ze knijten hard is, dat ze er niet bij kwam, dat het volgende keer misschien wel een plekje is waar ze erheen komt. En dat het dan mega zeer gaat doen. En dat het dan wel alle kleuren van de regenboog hebt. Maar. Dus we kloppen het af. Oké, genoeg medische. Ik vind het zo altijd zo niet leuk. Ik heb hem een rood randje gegeven. Want bij dat lichte is dat rode wel weer heel erg mooi. Nou moet ik even kijken. Had ik dat nou zo? Nee, zo moet die. Dus dat zou dat hem zijn, hè? Weet je wat ik nou vergeten ben? Mijn beker met water. Waarom ben ik die nou vergeten? Even kijken hoor. Ik heb inmiddels al weer een troep liggen. Ja, het klopt, Stephanie. Het groeit ook weer aan. De kans is groot dat het ook gewoon weer aangroeit. Het blijkt normaal gesproken zit het op de pezen. En ik heb het dus inmiddels al 4 jaar. Hè? Ik loop naar 3 jaar ervoor thuis. 4 jaar loop ik dan met ruim 4 jaar om met mijn schouders te klooien. En inmiddels zit het dus in mijn pezen. Dus de pezen, zeg maar, die zitten allemaal scheuren in. En de kalk zit dus nu in mijn pees verweven. Dus daarom, of het ooit helemaal weggaat, dat kunnen ze gewoon niet garanderen. Ja, het groeit aan. Vandaar dus ook dat er nou inmiddels ook 2 stukken in zitten. En het begon, want dat weet ik ook, die foto's heb ik ook gezien. Het begon echt met gruis, zeg maar, hè, met kalkspot, zoals ze dat noemen. En dat zijn nu gewoon, is gewoon minimaal een stuk van 7 centimeter, waar dus nu een stukje afgehaald is of doorbroken is. En dan het nieuwe deel, dat klopt. Het groeit aan, maar aan welke kant gaat dit aangroeien? Stel, het zit nu, het is nu open, hè, tussen mijn kom en mijn dak, mijn kop en de dak. En ik zou mijn arm goed kunnen bewegen. Heb je kans dat het aan die kant niet meer aangroeit, maar aan de andere kant gaat aangroeien.
Ja, dat is de tijd zal het leren. Even mijn beker halen. Ze zeggen ook dat, ja, fysio, dat moet gewoon geweldig gaan helpen. Nou, ik heb nu een aantal keer fysio gehad en ik word alles behalve blij van die knul. Hele lieve jongen hoor, absoluut. Dat is absoluut niks op aan te merken. Maar ik word niet vrolijk van die behandelingen. Maar goed, als het helpt, dan worden we daar wel vrolijk van. Ja, weet je, wat bij de een niet werkt, werkt bij de ander misschien wel. Kijk, ik heb niet alleen fysio natuurlijk voor mijn schouders, wel voor het een en ander nog meer. Dus, maar ja, wat bij de een niet werkt, werkt bij de ander misschien wel. Kijk, ik blijf het proberen. Je kan er alleen maar beter van worden. Het zal, nou ja, slechter dan stuurt hij me wel eerder weg, neem ik aan. Ik vergeet nu wel een tapeje erop te zetten. Nou ja, nou is dat niet zo heel erg lastig. Mocht hij loskomen met de tijd, dan kunnen we hem altijd vastplakken. Die aan de bovenkant. En nog een keer willen zeggen waar ik dat craftsheet zou kunnen kopen. Ja, ik heb nog even nagekeken. Het is bij craftsheet.nl. Zo, daar heb ik hem vandaan. En dan moet je kijken helemaal onderaan. Als ik het goed heb, is het rechts onderaan dat blok. Op hobbydoeleinden. Maar inmiddels heeft meneer ook ontdekt dat ook de prijzen daar al pittig zijn. Ik weet wel dat Naomi ze verkoopt op Ladies Hobby Shop en die heeft momenteel aanbieding. 15% nog tot met het einde van deze maand. Dus dat is nog een week. Dus misschien is het handig. Ik kan nu ook wel voor je kijken hoor, wat die er kost. Naomi is niet online zo te zien. Even gauw kijken voor je. Basismaterialen. Als ik het goed heb, staat hij daarbij. Staat hij? Oh jeetje, waar heb ik hem? Waar heb ze hem neergezet? Papier. Diverse. Kom. Kom, 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 kom. Tuut. Expression. Non-stick craft sheet. Die is 30 bij 40. En die kost bij haar nu €8,46. Die is normaal €9,95. En deze die ik heb, die is groter. Die is volgens mij 50 bij 60. Maar nee, ik lieg dus al. Deze is 40 bij 60. En ik heb er volgens mij iets van €12 voor betaald. Een lambriseringsmachine. Wat is een lambrisering? Misschien, lambrisering is volgens mij iets wat je tegen de muur zet. Of bedoel jij een lamineermachine? Janet. Of is het eigenlijk Janet? Dat kan ook nog. Siliconen bakvel bij de Action werkt ook goed. Oké. Oh, nou. Kijk eens dan. Dat kan dus hoor. En dat is een voordeel. Nu mag het, hè, dames. Ik werk nu niet vanuit een winkel. Dus nu kan het. Ik geloof dat ik mijn lijn weer even moet gaan verdunnen. Want kijk eens, hij is wel heel erg dik weer aan het worden. De randjes doe ik nog wel weer even met een kwastje. Oh, ik was gisteren zo lekker aan het spelen weer met alcoholinkt. Dat blijft het ook wel erg leuk hoor, dat spul. Ik was bezig met bloemen uitproberen. Nou, dat werd me weer wat hoor.
Een lamineermachine. Kijk, dat is wat anders dan een labriseermachine. Hij was wel leuk. Kijk, dit was die bloem van gisteren. Die is niet helemaal zoals het wezen moest, maar goed voor mijn eerste keer. Grappig. Ze rent hier helemaal verliefd. Ik minder. Even deze wat water bij doen. Want hij is wel weer een beetje dik. Zo. Oh nee, gaat ze weer. Echt, die hond is echt zo raar. Janet, oké. Janet. Ik moet ook zeggen, ik kom momenteel heel weinig nog bij de Action. Als ik daar kom, dan ben ik meteen zoveel geld kwijt. Dus ik kom daar eigenlijk, nou, niet heel erg veel meer. Stom, hè? Ja, leuk geluidje. Er zit lucht in mijn flesje. Nou, hij is nog niet echt lekker super. Lekker dun. Zo. Toen kreeg ik gisteravond nog een mailtje van Mees Kees. Mees Kees is, of eigenlijk is het Meester Kees. Maar goed, hij wordt meteen Mees Kees gedoopt. Is de leerkracht van Enzo? Ja, ik zit met verkoudheidsklachten thuis. En nou mag hij niet naar school. Tuurlijk. Nou moeten ze verplichte coronatest doen natuurlijk. Dat zal vanuit school ook moeten. Enzo helemaal, yeah, ik hoef niet naar school. Nou, jammer voor hem. Hij moet dus een vervanger hebben. Maar, ik ben benieuwd. Hier in Lelystad. Dit is trouwens geen verfglas natuurlijk. Hè? Een of andere grapefruit-achtig iets. In Lelystad blijkt er toch wel regelmatig de coronapatiënten te komen. Even kijken. Nu is deze voor aan de voorkant Birdie Birdies. Vind ik eigenlijk wel leuk. En dan terug laten komen hier op de achterkanten. Maar goed, daar zijn we nog niet. Ik kan wel zeggen, die doen we ze vast open. Hier hadden we nog een vel van. Dat is deze. Even zoeken. Dat is deze. Ik kan wel vast die birdies eruit halen. Want anders ben ik die kwijt natuurlijk. Kijk, oh, chips. Die past ook net niet. Dus dan zouden we hem ietsje die kant moeten doen. En een randje eraf moeten halen. Nou ja, dat is niet zo'n straf. Dus deze leggen we weer met een randje aan. Deze wil ik er wel helemaal op. En je raadt het al, kan mijn potloodstreepje weer niet zien. Waar staat hij? Oh mijn god, wat is dit toch drama af en toe. Of ik moet gewoon mijn andere doen. Dat kan ook. Echt, hoe ouder, hoe kipperig hoor. Ik heb al een, zo, groot streepje. Een sterkere leesbril liggen. Maar ja, die moet ik ook zeggen, die heb ik eigenlijk voor millimeters gekocht. Want ik kan gewoon geen millimeter meer lezen. Nou, dat vind ik toch wel heel erg erg. Dus, dan moeten we er toch maar eens even aan geloven. Even kijken. Deze gaat hier. Dan pakken we de kleinere.
Ja, oké, Dinaida, een oude placemat. Maar kan je daar ook bijvoorbeeld op waksen en embossen en dat soort dingen zonder dat er wat mee gebeurt? Iedereen heeft lakkende corona hier. Nou, dat heb je wel heel erg goed, ja. Echt, ik verbaas me er ook gewoon over. In de winkels ook. Ik kan me er zo vreselijk over opwinden. En dan lopen we gewoon met een mondkapje op. Denk je, nou, juist dat soort mensen, hè, daar zou je toch wel wat van verwachten. Maar nee, die komen gewoon lekker naast je staan. En ook heel veel de metropolen. Die gewoon schijt er aan hebben. En ik ga al 's morgens vroeg naar de winkels. Zodat ik zo min mogelijk mensen zie. En ik heb zoiets, er zijn ook mensen die gewoon wel heel erg vatbaar ervoor zijn. Ja, inderdaad. En dat vind ik ook hoor. Als we er met z'n allen gewoon even rekening mee houden. Ik ben helemaal niet apathisch van je moet dit en je moet dat. Maar ik let op afstand. Alsjeblieft, neem je afstand gewoon. Waarom vind ik dit niet goed staan? Ik ben het hier helemaal niet mee eens. Zo. Dit zie je, hier hangt nog een vriemeltje over. En dat vriemeltje hangt hier ook. Zo. Dus dat vriemeltje dat moet af. Ik heb een bakkerszaal vanuit gekocht. 2x3. Oh. Nou, weet je, ik ga dus inderdaad. Meestal ben ik alleen bij de winkel. Soms niet. Dan ligt eraan wat ik nodig heb. Als zwaarder sowieso niet. Dus morgen was ik even snel alleen. En dan ga ik het liefst om 7 uur. Nou ja. Dat ging vanmorgen dan weer niet door. Maar dan ga ik vanuit school en ik pak de spullen en ik kijk alleen maar om me heen. Daar word je helemaal gek van. En dan, als er iemand in het gangpad staat waar ik ook moet zijn, of ik wacht. En anders loop ik gewoon. Ik ga het echt niet opzoeken. En als de mensen bijvoorbeeld in de rij te dicht bij me staan, ze krijgen ook gewoon de snauw. Absoluut, opzouten. Niet in mijn aura, ik kom ook niet bij jou in je aura. Ik snap er helemaal niks van, momenteel die mentaliteit. En dan krijg je nog een grote waffel terug ook, joh. Niet te geloven. Maar goed, het zal. En misschien is het wel de leeftijd. We beginnen een oude doos te worden, denk ik. Maar ik vind het gewoon niet nodig. Je wordt er zo op... praat zo moeilijk af en toe, hè. Maar ook gewoon... Er wordt zo op gewaarschuwd of meegewaarschuwd. Ik kan niet eens meer praten. Van, jongens, blijf bij elkaar vandaag. Geen grote feesten geven. Weet je wel, dat soort dingen. Sommige dingen dat ik denk van, oké, nou is het een beetje overdreven. Want de een zegt dit en je moet dat doen. Dus dan komt het niet overeen. Maar, kom op. In ieder geval die anderhalve meter buiten de coronaperiode om. Ik vind het wel fijn als mensen niet in je nek lopen te hijgen. Terwijl je eventjes wat aan het pakken bent. Dat mogen ze voor mij altijd wel in blijven voeren. Kijk, ik heb ook bij de Lidl, heb ik hier ook wel ruzie gehad hoor. Dan moest ik bepaalde spullen hebben, bijvoorbeeld uit de vleesschappen. Nou, dat zit in de diepe kist. Ik kan daar gewoon niet bij met die armen. Is helemaal niet erg. Dus, ik had in eerste instantie had ik John bij me. Nou, die mocht niet mee naar binnen. En John mocht wel mee, maar dan moest hij in de winkelwagentje zitten. Nou. Kind in de winkelwagen. Hij denkt ook, als moet ik buiten blijven staan in mijn uppie. En dan kan hij nog niet helpen. Dus schiet niet op. Stond hij in het winkelwagentje om vlees uit een kist te halen. Kom op, hoe gevaarlijk is dat? Dus ik zei er wat van. En nee, en ik ga niet in discussie. En bla bla bla. Dus ik kom ook niet meer bij de Lidl. Ik doe even normaal. Ik moet er, dan denk je wel eens. Ja, dan lopen ook genoeg hele oude Bessies, want wij zitten vlakbij een bejaarden- en een aanleunwoningcentrum en een verzorgingstehuis. En dan nog, dan denk ik, dat kan toch helemaal niet? In het asielzoekerscentrum, ja, nou ja, je weet hoe ik daarover denk, hè? Laat maar lekker binnen de vier muren blijven.
zeker. Er zijn ook oude mensen die zeker weten ook heel erg zijn. En dan denk ik ook juist ook voor die oudere mensen, denk ik, jongens, denk aan jullie gezondheid, want het is de, ook hun zijn een risicogroep. Even kijken, zal ik die groen doen aan weerskanten? Oh, ik ga hier al een beetje met stroken werken. Ik denk dat dat veel leuker de deur is. Dus, oh, nou, die zijn weer te klein natuurlijk. Die wil ik niet pakken. Die wil ik ook niet pakken. Oh, dat schiet wel weer lekker op. Dit is de voorkant. En dat is een zwarte. Deze hebben wij nog niet gebruikt. Even kijken. Die kan nou niet meer. Kan dat nog? Ja, dat zou wel kunnen. Even kijken, wat is dit? The way to do is to be. Oké. Als ik nou een stukje van deze. En een stukje aan de andere kant. En zo zitten we gewoon even lekker de hele boek. Ik vind het gezellig, dames. Lekker kletsen. Ik hou ervan. Wie niet? Ik geloof dat iedereen houdt van kletsen. Ik wou trouwens binnenkort nog wat leuks doen. Tijdens de live. Iets van een leuke verloting of zo. En dan onder de mensen die er bij de live zijn. Dat leek me een leuk iets. Nou ja, is eigenlijk een idee voor Sean, hoor. Gewoon. Gezellig. Ik hou ervan. Ja, ga maar lachen. Eén keer Lidl, één keer Appie. Ja, Appie doe. Ik doe ook inderdaad twee keer in de week boodschap. Ik ga dan hier naar de dekenmarkt. En dat doe ik dan eigenlijk gewoon, ja, de verse spullen. Hè. Zoals vandaag eten we pasta. Niets bijzonders. Maar goed, je moet toch wel eventjes iets hebben. Ik had van de week al dat... Ik wil dit helemaal niet. Ik wil hem kleiner. Ik had van de week al gehakt uit de vriezer gehaald. Toen aten we Mexicaans, dus dan heb ik altijd wel gehakt bij. Dus ja, en bij pasta, macaroni. Maar ik maak er altijd een losse saus en dat doe ik tegenwoordig in de slowcooker. Joh, dat is helemaal geweldig. Even kijken, ik wil de andere kant hetzelfde. Maar ja, moest ik dus gehakt hebben. En die kinderen van ons, het zijn best wel zeurpieten. Dus die willen er weer vier en een beetje. Die willen er weer, weet het bij. Geraspte kaas. En, nou ja, moet toch wel iets van groenten erin. En normaal gesproken laat ik Jumbo komen. Maar ja, dat is dus één keer in de maand. En die komt als goed is volgende week maandag weer. Jip, jip. Zo. Die dus. Weer een stukje te veel. Dus die, ja, nou zie ik ook waarom. Want ik zie de lijn staan. Ik doe deze twee gewoon op elkaar. Zodat ze ook even groot worden. Nou zag ik bij Hobby Fishing. Een snijmachientje. Die is nog kleiner dan deze. Die is echt zeg maar voor de kaartjes. Dat leek me ook wel zo handig. Dus ik denk toch dat ik die ook wil hebben. Ja, zie je, Steven laat ook. Waar laat jij het vandaan komen, Steven? Ook van de Jumbo af? Ik vind dat ideaal. Alleen je zit dan met je verse groente. Je melk is maar beperkt houdbaar. En dan gaan hier toch wel, nou, ik denk 8 liter melk. Dat is nog niet mega veel. Het is voor mij alleen maar voor in de koffie. Gaan er door. Ja, inderdaad. Kijk, verse groenten, dat soort dingen. Ja, dat kan ik niet halen. Nee, inderdaad. Oké. Ik weet niet hoe het hier dus zit met de hogescholen die neiden qua mondkapjes. Handschoenen vind ik een beetje overdreven. Maar goed, je hebt alcohol in de klasse. Maar hoe de qua mondkapjesplicht zit hier, weet ik niet. Ik ga Pumestone gebruiken. Want dat is ongeveer dezelfde kleur als wat er hier in het papier zit. Daarvoor moet ik eerst deze even schoonmaken.
Nou had ik hier ook keukenpapier, maar volgens mij heeft mijn lief die gestolen. Nou, lekker dan. Hij zei al dat Koetsie gisterochtend misselijk was. Dat gebeurt één keer in zoveel tijd. Heb ze echt zo'n periode en loopt ze echt de eerste komende 2-3 dagen alleen maar over te geven. Even mijn borsteltje goed schoonmaken. Je ziet dat het er al steeds minder vuil afkomt. Echt joh, ik blijf, vind het zo'n fijn borsteltje. Blijf er happy mee. Ja, ik denk dat we er bijna zijn. Ik maak gewoon even mijn doekje vochtig. Oh, hier zit nog een onderkant. Nou ja, ik heb ze inderdaad binnenkort ook weer thuis, 3 weken. Ze gaan nog deze week en volgende week nog naar school. En dan hebben ze bij mij ook weer 3 weken ophokplicht. En zo ziet het alweer helemaal voor zich. Die vindt dat zo leuk. Ik iets minder. Want je bent helemaal uit je doen. Nou, het is niet echt te zien, hè? Even kijken, de achterkant. Dit is dus Pumicestone. Het is inderdaad wel redelijk dezelfde kleur. Hij is nu nat, dus hij is donkerder. Je kan zien dat je de randjes doet, maar als je zegt van nou, je doet met bruin, is het ook goed. Het valt niet echt op. Zo. Dan is het wel leuk, is deze volplakken. Waarom ophokplicht? Ik heb, omdat ik voordat ik mijn infusen krijg, mag ik absoluut niet snotterig of hoesten of wat er ook. Normaal gesproken mag je al niet verkouden zijn. Dan werkt dat gewoon heel erg averechts, die medicijnen. En als ik nou helemaal met die corona sorry, één keer doe. Dan is het al meteen, dan mag je het ziekenhuis hier al niet in. Nou, dat is echt belachelijk. Leuk met hooikoorts, hoor. Het werkt echt fantastisch. En dan krijg ik mijn medicatie ook niet. En als ik mijn medicatie niet krijg, dan, nou, dan schiet het heel erg gauw op voor mij gewoon. Even grofweg gezegd. Dus dat, nou dat dus. Dus de kinderen ook. Zoals nu wat ik vertel, dat Mace Case dan verkouden is. Ja, dat is heel leuk. Stel dat die coronatest op negatief uitwijst, wat ik echt wel heel erg hoop voor hem natuurlijk. Maar als hij die verkoudheid door gaat geven aan Encio en ik krijg er wat van mee en het is niet op tijd vertrokken, dan ben ik gewoon de lul. In de was. Nou, ik ben bang als ik deze met de haren naar beneden droog op handdoek. Ik ben bang als ik dit borsteltje, kijk, het is natuurlijk Acetheon, hè? Het is niet echt een mega merk. Ga wassen. Kijk, het is nogal een... Ik ben bang dat hij dan afbreekt. Ik maak hem gewoon schoon. Normaal gesproken aan keukenpapier of zoals nu een vochtig doekje. En het is echt maar heel vochtig, want hij is inmiddels alweer droog. Ja, corona die is een grote ellende. Ja, dat heb je heel goed gezien. Joh, er is ook eigenlijk helemaal niks anders meer. Kijk, kijk ons nou, wij hebben het er ook al over. Terwijl je in principe gewoon lekker aan het frutten bent. En weer draait het om die corona. Zo niet leuk. Het zit hier al af en toe, als begin ik te kletsen in één keer. En dan zie ik ineens de Daisy met de kop omhoog van hun tegenwoordig. Wie klets jij nou? Het valt mee dat ze niet iedere keer aan het blaffen is. Waar heb ik dat gekocht? Dat borsteltje, die is van Action. Oftewel Acetheon, zoals ik hem noem. Staat een beetje chiquer hè, dan Action.
Niet dat mij het uitmaakt hoor, want ik geloof als je heel hard ik zie in mijn huis roept, dan stort mijn huis in. Ik ben er gek op. Dus maar, ja, ik vind hem ideaal. Als ik moet kiezen eigenlijk tussen de kijk, dat bedoel ik dus. Tussen de blending tools, want ja, die heb ik ook en ik heb er een heleboel. Of deze, de borsteltjes, ja, dan ga ik persoonlijk momenteel toch voor de borsteltjes. Ik vind het mooier, het komt iets zachter. Je schrijft het op. Is goed. Het staat licht trouwens bij de make-up, hè. Oké, ik denk toch dat een rood randje hier wel leuk bij is. Dus ik ga dat toch doen. Is de achterkant lichter? Ja, dat tekent makkelijker. Had je nog meer ideeën wat je wil gaan shoppen? Hebben ze eigenlijk überhaupt nog wat leuks wat wij nog niet hebben? Wat had ik er laatst gedaan? Folie art. Dat heb ik er laatst gekocht. Dat was ook wel heel erg leuk. Dat was dit. Even staan. Kijk, dat ligt niet zo hoog, omdat ik daar nog vrij recent mee bezig ben. Deze. Ik heb die ook van de Co-Press. Hot Press. Die heb ik ook. En deze, die kan je ook in combinatie met iets van lijm of dat soort dingen. Waarom de kinderen binnen als ik naar het ziekenhuis moet? De kinderen die gaan dus ook mee op... nou ja, die gaan niet mee. Die blijven gewoon thuis. Ophokplicht. Want op scholen, dan heb je hardshoe zonder hand voor de mond. En als de kids verkouden worden, word ik het ook. Dus vandaar dat de kinderen dus ook ophokplicht hebben. Maar die hebben dan gewoon online lessen, hè? En zo, die vindt mij ook absoluut geen leuke schooljuf. Dus dat hoeft ook niet. Ik ben ook niet de juf. Dus thuis ben ik dan ook even niet leuk. Tijdens school. Uren. En als ze klaar zijn, nou prima. Het is gewoon wel... Ik vind gewoon als ze niet naar school mogen, kunnen ze wel gewoon serieus aan het werk. Nou, maar daarna kunnen ze leuke dingen doen. Ik gebruik nu walnootsteen voor de randjes van het rode. Zo. Jammer. Het hoeft niet heel dik, hè? Als je dat mooi vindt, moet je dat vooral doen. Zo, en dan die. Zit weer lekker onder de inkt. Begin nu alweer. Even kijken, een stuk tape. En ik kan niet vanuit de wijk dat infuus krijgen. Vanuit de wijkverpleging denk ik. Nee, want dat is niet steriel genoeg. Dan moet ik eerst mijn hele huis steriel laten zijn. En dan moet er alle tijden moet er iemand thuis zijn, want de antigif die staat om de hoek van de kamer. Het is echt, je kan ter plekke een allergische reactie krijgen. De ene moment heb je het niet, en de andere moment heb je het wel. En als je dat gif dan niet tegen, of een tegengif ingespoten krijgt, blijkt je, heb ik niet nooit gehad hoor, klopt het af. Maar dan blijk je heel erg raar te doen. En ik wou altijd mijn kinderen meenemen naar de infusen. Maar dat mag dus ook niet. Om die reden mag dus eigenlijk gewoon niemand mee. Ja, het is nogal een troep wat erin gespoten gaat worden. Maar ja, als dat mij helpt. En wat het tot nu toe doet. Dan moet het maar. Het is gewoon niet anders. En
En buiten dat, ik ben ook vrij lastig te prikken. Ik heb in elke arm heb ik maar één ader zitten waarin je kan prikken. Mijn handen en mijn polsen zijn inmiddels al stuk geprikt. En dus dat werkt ook al niet mee. En je moet maar als verpleegkundige. Er zijn in ieder geval maar weinig in het ziekenhuis ook die mij prikken, die mij überhaupt durven te prikken. Maar het gebeurt vaak zo dat ik niet goed geprikt word. En dan kom ik dus met allemaal verbandjes en dingetjes, kom ik thuis. En dan zegt ze van, oh, je bent weer een vergiet. Ja, nou ja, het is niet anders. Dus ik ga gewoon naar het ziekenhuis als alles goed gaat. Ik heb nu wel een hele snelle infuus. Die loopt met een half uur tegenwoordig in. Zo hard mag die momenteel inlopen. En dan is het nog even goed doorspoelen. En voel ik me goed, ga ik weg. Voel ik me niet goed, dan blijf ik daar al. Dus als alles goed is, dan ben ik gewoon weer snel thuis. Oh. Nou, en voor die anderhalf uur dat ik daar dan misschien ben, ga ik daar gewoon naartoe. Is veel veiliger. Oké, dan hadden we die. Zal ik hem om... Nee, we gaan hem niet omdraaien, want dat zijn labels. Even kijken, want hebben wij nog meer? Wat hebben wij nog meer? Hij staat hier trouwens een klein stukje open. Maar dan komt dat mijn magneet eronder ligt. Even kijken, dan hebben we nog die groene. Zullen we groen erin terug laten komen? Of die drukken? Wat zullen we doen? Wat zullen we doen? Ik heb hier ook nog die drukken. Of allebei. Want als ik zo kijk, vult hij hem helemaal op. Dus ik kan zeggen, ik snij hem een stukje af tot hier, tot de rand. Dan doen we de groene. Nee, dan doen we de drukken. En dan doen we de groene aan deze kant. Ik vind hem leuk. Staat hij op zijn kop? Nee, staat goed. Tu. Dus die komt hier. En dan doen we deze. Hier. Zo. Eén keer er doorheen trekken. Oké. Dit is best wel heel cool. Dan gaan we die doen. Tekenen we deze ook meteen af. Zo. En wat voor kleur pakken we die? Zullen we die ook gewoon bruin doen? Dat is denk ik wel het meest mooie. Of rood? Nee. Dit is weer die walnootsteen. Ik zit ondertussen te denken. Ik denk dat we bij de volgende pagina, dat is dan de derde pagina, dat we daar dan de waterval erop zetten. Die wilde Dinaida graag. En dan gewoon met een kliksluiting. Of zal ik een dubbele sluiting doen? Ja, als daar iedereen altijd aan het snotteren is, dan zal ik dus daar nooit komen. Ik was vroeger ook een kind hoor. Dat was altijd ziek, zwak, misselijk of onderweg. Nou, ziek, zwak, misselijk, misselijk dan niet. Dus dat zal nu dan wel altijd zo blijven. Maar ik moet het verkoudheid, ik moet het afkloppen. Ik probeer er zoveel mogelijk op te letten. En ja, tuurlijk, iedereen is wel eens een keer verkouden. Je ontkomt er gewoon niet altijd aan.
Maar ik ben er wel extra waakzaam inmiddels voor geworden. Mijn lieftallige koetsie is aan het snurken. Ze ligt bovenin de krabhaal. Ik denk dat ze, nou pakweg 1, 2, even kijken op het plafond. 1, 2, 3. Ik denk dat ze zo 3,5 meter van me vandaan ligt. En ik hoor er nog. Zeg ik wel eens, ach, koetsie doet weer een prinsessenmappie. Ja, hooi koorts, ja, dat heb ik ook. Vandaar dus ook deel dat gekriebel. Ja, hooi koorts is weer anders dan verkoudheid. En ja, dat heb ik gezegd dat je me mocht appen. Dat heb ik inderdaad ook wel eens hoor. In het ziekenhuis gezegd van ja, sorry hoor, maar er bestaan ook nog mensen die dus hooi koorts hebben. En dat merk je ook, want dan ben je ook veel kortademiger gelijk wel. Dat is hetzelfde dat ze altijd zeggen, heeft u diarree? Hallo, waarvoor denk je dat? Nou, doe dan. Het is geen, ja, het is wel WhatsApp, ik zie hem binnenkomen. Even kijken. Deze moet zo. Even kijken. Wie is dat? Oh, dat is Mees Kees. Goedemorgen. Protocol verstaat gebrek uit Lies Real Life. Huh? Wil je toch liever met z'n tweeën? Nou, dat is nog niks over of zijn uitslag al bekend is. Dus dat lees ik straks wel. Het is een nieuwe meester, hè? Dus dan heb je weer kennismakingsgesprekken. Maar ja, het liefst moet dat online gebeuren. En als je gaat, mag er maar één ouder. Zo achterlijk, maar oké. Echt, nou, dat zijn dus van die dingen dat ik zeg van, kom op, is dat niet een beetje overdreven? Het wordt allemaal zo gespreid mogelijk gedaan. Ouders komen al niet bij elkaar. Op het schoonplein mag je niet met elkaar praten. En als je met elkaar praat op een afstand van 1,5 meter. Nou ja, nou hoef je niet bij elkaar in de nek te hijgen. Dus dat zijn dingen, dat interesseert me allemaal niet. Maar rapportages, het liefst moet dat allemaal digitaal of via de cam. Of kom op. Dat zijn van die dingen dat ik denk, van, nou gaan we te ver. Het gaat in dit geval wel om je kind. Dan kan het ook wel iets normaler. Maar goed. Het zal. Wat dan die naar de kwalm voor mijn longen. Dat geloof ik inderdaad. Van de warmte in één keer heel veel vocht. Heb je het niet erg benauwd gehad? Dan deden wij deze. Hij past er ook wel precies tussen. Ik ga er eerst een randje afhalen. Zo. Doe even een kleiner randje pakken. Volgens mij is de bovenkant van het van de papier zo scheef als de pest. En dat is niet mijn fout. Nou, ik vond het vooral gisteren erg koud. Zaterdag heb ik nog wel even een stukje gelopen met John. Het was fris. Absoluut, dat was het zeer zeker. Maar ik vond het gisteren zo koud. Ja, 19 graden gaat hem bij mij ook niet worden. Dat vind ik echt wel te koud dus, hè.
En ik heb ook geen airco. Ik wil ook helemaal geen airco. Ik hou er niet zo van. Daar word je dus ook verkouden. Oh, correctie, daar word ik dus verkouden van. Van de Valk ook, als we daar naartoe gaan. Nou, dat is dus regelmatig. Dat is ook het eerste wat ik eruit doe, wat ik uitzet als we binnenkomen. Is de airco. Of een klimaatregelaar. Alsjeblieft, doe normaal. Oh, we hebben nou weer een weet het. Een mooi hotel ontdekt gisteren. Een wellnesshotel. Dat is in Almelo. Nee, is niet waar. Daar ga ik in, willen we in oktober heen. Apeldoorn. Dan blijkt je twee hotels van de Valken te hebben. Is dat een goed woord? Goed Nederlands? Twee hotels van de Valken. Twee Valk hotels. En dan één is echt een wellnesshotel. Oh, maakt me gek. Zo lekker. Ik hou er zo van. Ik ga weer de pomistone erbij gebruiken. Ja, zie je. Terwijl die Nijla toch ook met de long zit. En die vindt warmte wel heerlijk. Maar ja, misschien ligt het er aan. Wat is het, Daisy? Of het droge warmte is of zo. Je hebt natuurlijk ook vochtige lucht. Dus misschien is dat wel het verschil. Hè? Maar wie kent het hotel? Als het goed is, heet het Cantarel. Dat is ook van der Valk. Zo lekker. Een lekker saunaatje. En massage. Ik kan er helemaal op veugen. Dus dan gaan we volgend jaar maar eens voor kijken. Of van de Valk in Bonaire. Oh, we zijn er ook van aan het kijken. Maar dat wordt flink sparen. Of een lening afsluiten. Dat is niet anders. Dat is gewoon, als we nu zouden gaan. Of eigenlijk afgelopen zaterdag zijn we $5000 ruim kwijt. Dat is dan voor ons tweeën en twee kleintjes. Tenminste, kleintjes. Rentjes 11, dus die valt er nog onder klein. Maar en dan zouden 14 dagen zijn en is het van de Valk al inclusief. Oh mijn god, maakt me gek. Wat een heerlijkheid. Maar goed, over een jaar valt zij, of over een half jaar eigenlijk al, valt zij niet meer onder de kleintjes. Want dan wordt ze 12 in mei. Dus dan gaan de prijs flink omhoog. En Enzootje die is inmiddels 9. Dus dat is ook nog maar 2,5 jaar. En dan valt hij ook niet meer onder een kleintje. En dan moeten we toch even kijken, want het zijn 4 persoons kamer met 2 keer 2 persoons bedden. En ik denk als wij over 2 jaar gaan, stel dat Renty bijna 14 is en Enzootje is bijna 11. Nee, 12 zelfs. Ga uit met drinken, hè, vieze vlieg. Wilt dat nog wel bij elkaar liggen? Is dat nog wel een heel goed plan? We hebben ze niet voor niks natuurlijk nu ook uit elkaar gehaald. Want Serentie wordt daar gewoon te groot voor. Maar ja, als ik dan weer kijk, zaterdagavond kwam ik op hun kamer. Wij gaan altijd vrij vlot naar bed toe. En dan kijken we boven nog even een filmpje. Of momenteel zijn we bezig met Lucifer kijken op Netflix. En dan zie je Serenity in het hoekje van het bed van Enzootje zitten. En Enzootje ligt te slapen lang uit in bed. Zaten ze samen te YouTube. Alleen Enzootje die het zelf niet eens meegemaakt. Dus dan denk ik, ja, het kan wel. Ga uit me drinken. Dus dan denk je zoiets van, ja, het kan nog wel. Ja. We wachten het af. Misschien wil ze tegen die tijd niet eens meer mee. Nee, helemaal, ga niet mee. Kom op Bonaire. Oh, dat zou toch wel een... Ja, dat zijn hele dure grapjes. Maar weet je, dat zei ik ook al. Maar moet ik ook daarna doen? Het is hartstikke duur. Dus ik, ja, zeg ik, maar ja, een huwelijksreis hebben wij in principe niet gehad. Hè? Want ik was 7 maanden zwanger toen we trouwden. Want Mitchell, die was gezellig op komst. Wisten hoor, daar konden we ook niks aan doen. En het was ook geen moedje, we hebben puur getrouwd. Omdat het dan qua gerechtelijke toestanden gewoon veel beter uitkwam. Anders was het gewoon veel... Anders had John gewoon geen recht op zijn kind. Dus dan heb ik zoiets van, nou ja, oké, dan doe je dat, weet je wel. We zijn toch zoveel jaren al bij elkaar.
Maar goed, ik had altijd wel zoiets van, nou, ik wil toch eigenlijk wel op huwelijksreis. En wij zijn gewoon behoorlijk van de valk fan. En je hebt nogal behoorlijk wat problemen qua eten. Wat je wel en wat je niet mag eten. En dan is van de valk gewoon het veiligste. Ja, en als we dan toch gaan, dan doen we het goed. Dan naar Bonaire. Oh, dat zag er zo mooi uit. Met de azuurstranden en de palmbomen. Ik denk dat het ook wel een vakantie is die je maar één keer in je leven doet en daarna nooit meer. Althans, wij. Ik zou niet weten waar je de geld iedere keer vandaan moet halen. Nou, ik vind dit eigenlijk best wel een heel erg leuk zo. Kan wel, hè? Nou wil ik dit eigenlijk wel een beetje in één laten komen. Zelfs als wat ik bij de eerste pagina heb gedaan. Dus dan ga ik op zoek naar een schabloon of een stencil. En ik denk aan de ene kant om deze te pakken. Want die kan wel gaaf hier overheen. Ja, ik denk dat ik dat ga doen. En dat ga ik dan doen met frayed burlap. Zal ik dat doen? Of met walnootsteen. Ik vind dat bruin vind ik toch wel een mooie tint. Nou, eigenlijk kom ik heel zelden maar in het buitenland. Eigenlijk gewoon niet. Door gebrek van een auto. En Enzo is eigenlijk heel erg bang om te vliegen. En wat we ook zeggen. Nou moet ik zeggen, ik heb nog nooit gevlogen. Mitchell wel. Is de enige die gevlogen heb. Sean en Serenity uiteraard ook niet. Dus ja, en hij is gewoon bang dat dat ding naar beneden komt. Zeg ik, nou ja, één ding. Als die komt, gaan we met z'n allen. Nou, dat heeft niet echt geholpen. Vond hij ook niet zo'n heel erg grappig antwoord van mij. En dat hielp hem ook niet echt. Ik zag ook tegen hem, zei, ja, weet je wat het is? Zeg, je kan hier al de weg over lopen naar de speeltuin, naar de overkant. En dan komt er een auto aan, want ze rijden hier altijd knijterhard. En dan kan je ook wat gebeuren, kun je ook doodgaan. Of je stapt in een auto bij een vriendje. En er rijdt iemand tegenaan, dan kan je ook doodgaan. Dus er kan altijd wat zijn. In de trein kan ook wat gebeuren. Het hoeft nog niet eens jouw schuld te zijn. Of in dit geval dan de schuld van de piloot. Maar er kan altijd wat gebeuren. Ik vind hem wel gaaf zo. Ik ga hem herhalen. Het is toch niet te zien wat het is. En het is ook met de automobilisten. Het hoeft niet diegene hun schuld te zijn. Zeg ik, maar er is altijd wel iets. Kan altijd wat gebeuren. Nou ja, dat snapte die nu ook wel, dat het ook wel weer waar was. Ik zeg ook tegen hem, ik zou het leuk vinden als je meeging. Ik zeg, het is een reisje wat je eigenlijk nooit doet. Nooit maakt. Ik zeg, hij is wel gaaf. Ja, toch? Ja. Wat? Ja, oké. Okay. Ben je klaar? Ben je klaar? Nee? Oh, nou, blaf nog even verder. Oh, toch wel. Ja, vliegen, het lijkt mij ook. Ik heb vreselijke hoogtevrees, hoor. Echt heel erg. Ik sta het liefst niet eens op een stoel. Maar vliegen, dat lijkt me zo gaaf. Oh, wat is deze fijntjes. Zo leuk deze. Ik moet hem nog een keertje met pasta doen. Volgens mij is dat ook wel helemaal geweldig. Zo.
Nou, daar geloof ik ook wel in. Hè. Volgens mij is dat ook wel zo'n jochie ervoor. Het is ook wel heel erg spannend gewoon. Heb je er met je claustrofobie heb je er geen last van? Toch, dat vliegen. Want het is, ja, nou ja. Nou is een toestel natuurlijk niet super klein, maar je zit wel op, eigenlijk opgesloten. Even kijken. Deze gingen we doen. En wat wouden we daar al doen? Iets lichts, hè? Ik weet het al niet eens meer, maar iets lichts. Er zit rood onder. Dat heb ik hier op de snijplaat liggen. Oké, dan. Ja, ik moet ook zeggen, ik ben er niet claustrofobisch, maar hier op de wc, ik heb altijd de deur op de wc open. Even kijken, hier moesten we die rode baan in ieder geval bedekken. Dus dit past niet in één geheel. Oh, we hebben natuurlijk ook de achterkant nog, dat kan wel. Maar ik heb inderdaad op de toilet ook nooit de deur dicht. En is er toevallig iemand op bezoek, dan doe ik hem wel dicht, maar niet op slot. En de badkamer had ik ook nooit op slot. Nog eigenlijk niet. Die hebben een haakje opgemaakt. Zodat het haakje erop. Mocht er wat zijn, dan is het gewoon een flinke trap tegen de deur aan. En hij gaat gewoon open. Maar ik denk dat hij tussen mijn oren zit, hoor. Deze. Deze is misschien ook wel heel erg leuk. Het nadeel van dit systeem, nou ja, het nadeel, kijk, hij is zo dik nou, de bovenkant, dat hij niet, nou kom eens, doe niet zo gek, helemaal open kan vallen. Even kijken, is dit een optie? Dit zijn verschillende delen. Oh, dat is misschien wel leuk, denk ik. Oké, hoe gaan we dit doen? Want hij kan natuurlijk niet helemaal open. Ik ga hem eerst even een strookkotter maken. Nee, bij ons ook niet. En als je ook inderdaad kijkt, Mitchell, die heeft ook absoluut geschaamd. Het interesseert hem gereed wie hem nou in zijn blote kont ziet. Al is er... heb ik hier al een workshop. Dat heb ik toen ook gehad. Nou, toen schaamde ik me wel. Komt hij op met een handdoek om zijn middel gewikkeld. Komt hij weer naar binnen. Ja, hallo. Serieus. Moet dat? Nou, dan word ik niet zo heel erg vrolijk van. Maar... Ik weet je wat het is? Ik vind het wel fijn als ik gewoon lekker kan douchen. En je wordt niet continu gestoord omdat mijn kleine miniatuurmannetje iets wil weten. Dan denk ik, kan dat nou niet heel even wachten? Dus vandaar eigenlijk dat ik naar die haak erop heb. Dat je gewoon even relaxed kan douchen. En ja, Mitchell ook toe, die doucht ook vaak met zijn vriendinnetje samen. En die vindt het toch wel een beetje vervelend, heb ik het idee, als die niet dicht kan. Dus nou ja, als dat haar een beetje wat meer zekerheid geeft, prima. Kan ik me ook wel voorstellen, want als die deur op een kier staat,
En Enzio's de deur, die sluit daar eigenlijk op aan. Dus ik kan me ook wel weer voorstellen dat ze dat gewoon niet zo fijn vindt. Ja, mobiel en verkeer op de weg. Ik denk dat dat altijd wel een probleem blijft. Die heb je hier ook zo vaak. En dan denk ik bij mijn eigen, ze zullen maar eens een ongeluk veroorzaken. Het zal je kind maar zijn die net oversteekt. Nou, echt. Volgens mij klopt dit niet, hoort het zo. Ik denk als het toevallig mijn kind is die oversteekt dus, en geraakt wordt door zo'n persoon, dat hij had gehoopt dat dat nooit was gebeurd. Zoiets. Ik denk dat dit wel heel leuk is. Dus, deze doen we hier. Een stukje van de kant. Gaan we die alvast vastzetten? Ja, hè? Ja. Eerst even een randje. Oh, werk eens even mee. Hoe laat leven we? We zijn alweer een uur goed bezig. Ik pak weer de wandoodsteen. Nou, dat bedoel ik, Janet. En hebt je kind niet nog navertellen? Koetjes weer aan het snurken. Nee, ik kan het niet meer navertellen. Ja, vreselijk toch? Echt vreselijk vind, lijkt me dat. En dan vooral in dit geval voor je... Ja, wat is dat? Je zus of je schoonzus? Ik denk wel zo, waarom hebben ze in godsnaam die telefoons uitgevonden? Maar ja, aan de andere kant, je hoort het niet te gebruiken in het verkeer. Maar hier ook, woon aan een IJsselaan, die hoor je maar 30 km per uur te kunnen, of te mogen. Nou, volgens mij is Verstappen er niks bij. Echt, of ze denken hier allemaal dat ze Verstappen zijn, dat kan natuurlijk ook. Ze rijden zo vreselijk hard hier. En ik had een heel lang dat de kids niet met mij naar de overkant mochten, naar het speeltuintje. Maar ja, kan ze niet altijd tegenhouden. Dus nou is het elke keer, als ze gaan, goed kijken. Oh, en dan nog, dan heb ik zoiets, zal ik ze brengen? Nou, dat doe ik dus niet meer, want dan staan ze een klein beetje voor joker. Maar toch... Ik word er niet zo heel vrolijk van, of niet, mensen hier? Word ik dat sowieso niet in deze wijk, dus dat... Hé, ik krijg nou wat. Hij kan open. Nou ja. Serieus? Dan gaat hij gewoon open. Maar, nee, dat word ik sowieso niet in de mensen in deze wijk. Of in deze straat. Maar goed.
hebben nu ook een nieuwe buurman. Tenminste. John heeft hem gezien. Ik heb hem tot nu toe alleen nog maar gehoord. Die is dan ook aan het in de tuin aan het bellen of zo. Nou, ik weet nog niet wat hij aan het doen is. Maar kunnen we het schreeuwen weer. En dan praat hij Pools. En dat is helemaal niet erg dat hij Pools praat. Maar het is net een Marokkaan. Die schreeuwen tegen elkaar. En dat vind ik nou net niet nodig. Ik zit tegen die kids van mij te zeggen van jongens, doe eens even rustig aan. Maak eens een herrie. Denk om de buren. Tuurlijk. Ik trek ook wel eens mijn mond open hoor. Absoluut wel. Maar dan denk ik, als je hier net woont, het is hartstikke leuk dat je op beeldtelefoon of wat dan ook gaat zitten werken. Maar alsjeblieft niet de hele buurt hoeft mee te genieten. Zo hebben wij ook tegenwoordig een, iemand in de buurt die laat 's nachts de hond in de tuin. Vooral met die warmte. Kan ik me eigenlijk ook nog wel voorstellen, aan de ene kant. Maar als de hond dan de hele tijd gaat lopen blaffen, dan heb ik zoiets van, kan het best die eventjes zijn bek houden. Kijk, en dan vergeten ze wel. Er zijn wel mensen die moeten om 5 uur het bed uit. Of aan de overkant hebben we er eentje die gaat naar de Beverwijk. Het blijkt daar te staan. Een of andere garnalenpellers. Ik weet niet wat het zijn voor mensen. Ze pellen dus echt garnalen. Niet door je denkt van wat is dat en slaat dat nu weer op. Nee, doen ze dus echt. Het zijn de een of andere visbende. Hebben hun daar. Maar dan zijn ze die auto's aan het inlaaien om 3 uur 's nachts. En dat zijn van die bussen met van die schuifdeuren. Zulke lekkere herrie. Ja, je kan er niks van zeggen. Want dan krijg je weer de grote smoel. Totdat ik er zo zat van word. Dus af en toe hebben wij hier heerlijke nachtrust. En ik verdom het toch om mijn raam dicht te doen. Omdat de buren, of de buren, de buurt niet even rekening wil houden met anderen. De mensen die misschien wel werken. Of vroeg een bed uit moeten. Of want die mensen met die garnalen natuurlijk, die werken ook. Maar hoor, er zitten genoeg mensen in de buurt die niet werken. En dan is het doei, ja doei. Hè. En dan in hun eigen taal, want dat haal ik er dan wel net uit. Van ja hoor, ik je morgen weer. Ja doeg. Nou zeg, alsjeblieft schiet mij af. Dan word ik niet zo heel erg blij. Dus ja, overlast of met mobielen. Want daar ging het tenslotte om. Vreselijk. Ze hadden vroegere buurtjes. Ja, dat was aan de ene kant best wel gemeen. Ik had een heel jong stel hadden we naast ons wonen. Waar nu dus die Polen wonen. Even kijken, want het gaat hier nou niet helemaal. Ach, tof. Waarom niet? Waarom niet? Waarom ga je niet wat ik wil? Die zit niet goed. Die zit niet goed, dus ik moet deze korter. Nee, nee. Die mensen, dat was een heel jong lui. Die dame die werkte bij de Tavia in de buurt in een van de restaurant. En dat is helemaal niet erg. Ze werkte er eigenlijk een rotje. En dat is alleen maar, ja, vind ik alleen maar een pre. Als je dat wil en kan. En als je dat moet, is dat spijtig. Maar er kwam een vrouw thuis rond 1 uur of 3 s'nachts. En dan ging dan de stereotoren open. Daar werden wij minder vrolijk van. Want ja, mevrouw die was thuis. En wij hadden dan zoiets van, hallo, wij moeten vroeg op. Met gevolg, na dag 3, toen is de buren aan de andere kant naartoe gegaan. Van, goh, vind je het heel erg om de dingen zachter te zetten, want hè, wij moeten ook vroeg op. En dat deed ze niet. En mevrouw die kreeg een vriendin, een vriend. En die had helemaal scheid aan de buren. En die zette hem nog harder. En die ging weer in de tuin zitten lallen met de drankhaasjes. En nou ja, bla bla bla. En die buren aan die andere kant, die vertelden dat zo. Zeg ik, nou, zeg ik, wacht even, dat doen we dus anders, zeg ik, want hun slapen graag uit. En, nou ja, wij niet.
En hun ook niet. Dus ik keek en mijn buurtvrouwtje, wat aan de andere kant van mij naast me woont, aan de linkerkant, die is altijd heel vroeg naar de werk al. Dat mensen staat om 4 uur 's morgens al op en die gaat om 5:30 de deur uit. En die andere buren die dus geklaagd had tegen hun, die waren dus ook al het bed uit, want dat kon je dus gauw genoeg merken. En ik had de kitjes naar school gebracht. Ik vind dit niet helemaal tof overkomen trouwens, dames. Kijk, die naad is niet mooi. Ik had de kids naar school gebracht en toen dacht ik bij mezelf, weet je wat? Ik ga mijn stereo aanzetten. Kijk, nou komt hij hier scheef. Dus ik ga hier wat overheen doen. Kijk, hier komt hij. Deze komt niet goed uit. Deze zit er niet tof in. En dat is af en toe zo lastig te zien. Hier zit die scheef. Ja. Deze scheelt in millimeter. Dan komt die ook. Nou, het is handwerk, dus het mag. Ik ga kijken of we hier iets overheen kunnen doen. Oh, deze moet trouwens nog gedaan worden. Hier is de andere kant. Maar goed, de kindjes waren dus naar school. En we hadden hier een behoorlijke installatie staan. En toen heb ik weer de Temptation opgezet. En de tuin er open gedaan. En toen heb ik de stereo open getrokken. En ik ben lekker heel hard gaan meeblaren. Nou, dan kan ik je voorstellen, kan ik je verzekeren. Dan word je niet vrolijk als ik mee ga schreeuwen. En toen hebben we weer een tentation gedraaid. En toen kwam die kerel met zijn kop door het raam. Of het zachter komt. Toen zei ik nee. En toen knalde die heel hard zijn raam dicht. Ik denk, nou prima. Ik heb nooit gelast meer gehad van ze. Ze waren vlak daarna ook vertrokken, dus dat scheelt ook. Maar echt, wat een figuren zeg. Die denken echt dat de hele buurt van hun is rot op. Daar heb ik zo niks mee met dat soort kansloze mensen. Denk om een ander. Gaan we weer. Denk om een ander. Het is net de coronaperiode. Even kijken hoor, mijn man werd aangereden door een dame van 160 kilo die op hem viel. En vond met haar gewicht niet nodig voorrang te geven. Wat heeft het gewicht te maken met voorrang te geven? 6 jaar verder. Die snap ik niet helemaal. Ik snap niet wat de 160 kilo te maken heeft met voorrang geven. Ze had dan alle tijd, als hij voorrang heeft, heb hij gewoon voorrang. Of ze nou 60 kilo weegt of 160 kilo. Even kijken, een vriendin werd aangereden door een jonge knul. 4 operaties verder. Ja, en keek die jonge knul toevallig ook wel op zijn mobiel? Want daar ging het tenslotte om, toch? Ik zit te kijken. Nou hadden we hier alles in één deel. Dit was één stuk. Ik ben hier niet happy mee. Ik wil hier wat. Ik moet hier wat mee doen. Ik vind dat niet echt super. Hier is de regel voor 10 uur geen herrie zachtjes doen na 1 uur stil. Ja, nou, als ik dat hier tegen de buren ga zeggen, ik denk niet echt, echt dat het echt uitmaakt, hoor. Als je dat hier zegt tegen de buren. Ik zit even te denken, dit bevalt me niet. Ik sta in dubio om iets uit te stansen. Of, even gluren. Even kijken hoor, ik kan zeggen, ik doe de zwarte kant tussen. Het nadeel, het zit aan de scharnierkant. Dus als ik daar iets van zwarte kant doe, zal die waarschijnlijk niet helemaal tof meer dicht willen.
Even kijken. Dit is een mooie dunne. Dit is wel een optie. Maar als ik dit ga plakken, ik kan hem nergens kwijt. Ik kan niet zeggen, ik vouw hem naar de andere kant. Dilemma. Deze is ook wel erg cute. Deze is vrij dicht. En dat is dus wel een optie. Voor die rand. Dan moet ik dat hetzelfde dus doen. Aan die kant. Dat kan. Maar, en dan hier ook iets van een stanswerkje. Zo. Even denken. Zo. Lady Nijda, komen deze jou niet bekend voor? Even kijken hoor. Of ik moet zo eentje er langs leggen aan weerskanten. Dit is een stansje. Eentje aan de andere kant. Dit is een optie. En dan gewoon met zwart. Deze weer even terug. Dit zei ik het al, dit is een stansje van Ali. Kijk eens aan. Precieze passen. Nou heb ik hier al mijn... Zo, gaat het passen denk ik? Nee. Oh, als het goed is, heb ik volgende week mijn elektrische machine. Ik kan niet wachten. Ik hoop zo dat die binnenkomt. Dat zal een heleboel schelen. Even kijken hoor. Niet vastgeplakt. Nog één. En die is niet goed. Toch wel vastplakken, dus kijk maar, nou is je te klein. Hè, boehoe. Hartstikke leuk hoor, die rondjes. Oké, we gaan het dus wel vast plakken, anders doet hij het niet. Ik denk, nou, doen we even. Had ik hier ook nog een tapeje apart gelegd? Nee, hè? Oeh. Jullie gaan dus weer heel even schudden. Even een tapeje. Die wil ik niet. Deze wil ik niet. Zo. Nee, oh, nee, gaat ze weer. Daisy. Klaar, Daisy. Klaar. Af. Blaf niet iedere keer.
Zo. Oh, klein knipje bij. Kijk. Dat is beter. Nou moet die even glad getrokken worden. Heb ik geen zin in om dat nu te gaan doen. Dus we pakken gewoon simsalabim. Gaan we een ander stukje. Die past ook. Hier nog een rondje in. Ja, leuk is die, hè? Het is ook een van de weinige mallen van Action. Van Ali, die ook gewoon doorlopen. Normaal stoppen ze, zeg maar. Heb je hier een snijrand zitten. Dat is helemaal niet handig. Want nu, als je deze mallen hebt, dan kun je hem echt, zeg maar, net als hier, als, echt als randmal gebruiken. Het is gewoon heel fijn. Hij is grof, maar toch komt hij heel fijntjes over. Ja, ik vind hem ook schattig. Ik gebruik hem eigenlijk ook best wel vaak, hoor. En het voordeel van dit malletje is dat je heel makkelijk foutjes kan oplossen. Zoals nu. Hopla. Wie wil aan de kant? Nou hebben we officieel. Hé, hey, laat het los. Gauw. Dan hebben we voor die gaatjes. Heb ik ook nog een toeltje. Als ik even weet waar die. Ja, hier. Kijk. Dan kun je zo al die frummeltjes eruit rollen. Is je weer clean. Ik ben meestal te lui om die te pakken, terwijl die gewoon naast de schade ligt. Oké, nou, deze moet ik dan ook opschrijven. Ja, alleen hoe moet ik dat formuleren? Gewoon een randje. Randje, spons, ja, Ali. Het is niet anders. Of pons, die. Dus die komt nog in het bestand erbij. Eet smakelijk, Annette. Ik heb nog tot ongeveer 12:30. Ik probeer het altijd zo kort mogelijk te houden, maar ik kan dat gewoon niet. Ik snap niet hoe mensen dat voor elkaar krijgen. Ja, als je hem van tevoren al voorbereidt en alles snijdt, ja, dan lukt dat. Maar ja, dat is niet waar we afgesproken hadden. Kijk, en zo is nou met foutjes. Die moet je toch maar zien weg te werken weer. Moet niet, maar is wel zo netjes. Zo. We hebben trouwens bijna een jarig, hè? Wanneer was je nou jarig? 13 september toch, of niet? Oh, ik weet het niet meer. Ik weet niet of ik het opgeschreven of in mijn agenda heb gezet.
Maar als ik me niet vergis, Dinaida, ben jij binnenkort jarig. Volgens mij durven ze meteen niks meer te zeggen. Ik pak voor dit te lijmen. Pak ik Clochesses. En hij zit weer dicht. Ik snap er niks van. Dan heb ik een goede dop. Ja. En dan kan ik weer een speld pakken. Ik heb een goede dop. Ik kan hier geen speld in doen. Ik heb er eentje die is wel met een speld, maar daar ken ik nou niet bij. Nou, spelden ken ik ook niet bij. Over even 9 november. 9 november? Serieus? Ik dacht september. Oh. Dus ik heb nog even de tijd. Vandaar dat ik dus nog geen melding heb. Hoe kom ik dan aan september? Zo wel. Even kijken. Nou, is wel handig als je het nu doet. Ja. Waarom pak ik Clochesses? Ook omdat deze heel transparant opdroogt. Maar hij is gewoon heel sterk. Het is op zich nog een beetje dan ik doe. Zo. En voor lintjes en pareltjes en... Wie is de kinderen? Oh, zou dat het zijn? 30 september? Ik stond echt wat bij van rond 13 september. Maar ja, oké. Okay. Over keel smeren. Oké. Okay. Die dus. Zit die vast? Die zit vast. Dan kunnen we hem omdraaien. Dan deze kant nog. En daar doen wij... Ja, je hebt zeker druk. Dat heb ik in mei, juni. Dan heb ik er 4. Binnen, nou ja, 3 binnen 4 weken dan. En dan kom ik er de 22 achter. Deze wou ik, maar dat kon niet. Ten eerste is deze breder. Maar deze is wel weer leuk. En die. Dus, wat ga ik doen? Ik ga dit stukje, even kijken hoor. Ik ga hem eens geheel doen. Dit. Ik vind het leuk papier trouwens, die carden. Zo. Dan pakken we. Hier doen we een stukje van de rand. Zo. Oké. Kijk,
Wat happen? Zie je wat ik zie? Waar zit hier die naad? Hier zit die naad. Ik twijfel over of deze wel recht is. Hier heb ik de liniaal. 15,2. 15,1. Hier zit het dus in. Die is niet goed. Grappig, terwijl die wel helemaal goed afgesneden was, zou je zeggen. Oké, kunnen we hier nog wat aan doen? Nee, want het zijn... Oh, kniebel zeg. Pagina's. Oké, en dan laat ik hem toch zo. Ja, het is gewoon niet anders. Anders dan klopt het bebindsysteem straks misschien niet meer. Dus, ik snij hem aan deze kant nog een stukje eraf. Zal ik het wel doen? Ik vind het storend. Ik heb weer een irritante vlieg. Want als ik hem zo zet, ligt hij helemaal scheef. Het is de bovenkant. Zie je dat? Zij komt eraf. Vriemeltje. Ik kan maar heel druk maken om een millimeter verschil. Kijk, nou viel me ook weer wat op. Het valt mij op, dat doe ik heel vaak, dat ik papierblokken af en toe een na moet meten. Want kijk, ook hier zie je weer verschil. Terwijl mijn papier nu recht is. En dit is de zelfkant van het papier. Kijk maar, hier is die recht. Ik ga deze er toch afhalen. Zit er hier weer een vlieg bij me te klooien? Ga weg. Ja, ik ga hem er toch afhalen. Laat hem weer staan. En het is maar een kwestie van een millimeter. En nou hopen, want hier is het natuurlijk een stuk dikker. Dat hij wil meewerken. Alsjeblieft, in één keer graag. Zo, het is niet te geloven. Ook dan snij ik nog wel eens mis hoor. Dan kan ik altijd opnieuw doen. Ik ga hem er heel even bij staan. Kijk, nu is hij goed. Mooi. Gelukkig. Ik vind het gezellig vandaag. Ik had er ook heel veel zin in, moet ik eigenlijk eerlijk toegeven. Oké. Oké. Zal ik het even met mijn vinger doen, gaat sneller, hè?
Oh, nou had ik afgelopen donderdag en vrijdag had ik zo'n gezellig thuis. Ik vind het zo fijn als die thuis is. En nu ben ik weer helemaal alleen. Nou vind ik het af en toe ook helemaal niet erg hoor, om alleen te zijn. Oh, nou vergeet ik weer wat. Moet ik zo meteen maar oplossen. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk als John thuis is. Hebben jullie dat niet dan? Die mannen en mijn kids ook, die zitten me gewoon nooit in de weg. Kijk, dat is een voordeel als je zwart hebt. En voor de rest geen onderliggende pagina's, hè. Kan je me dus gewoon nog even bijwerken. Ik zit er nog aan te denken, niet vergeten. En wat doe ik? Jawel. Dan ben je weer met andere dingen alweer bezig in je gedachten. Zo. Oké. Ja, ik heb jullie. Dat is zeer zeker waar. En een layout van wat ben je aan het maken, Steef? Layout 2 voor vandaag? Oh ja, lekker layout scrap heb ik ook wel weer zin in. Ik heb ook wel zin om weer lekker even in de art journaling te werken. Maar ik ben ook nog bezig met een projectje voor Naomi. Daar heb ik nog veel meer projectjes voor liggen wat ik nog wil doen. En ik ben bezig met alcohol inkt en... Ik ben nog met zoveel dingen bezig. Deze. Zo, hier blijven. Even kijken. Die kan weer even weg. Oh, doorgaan. Deze. Die zou precies het pas kunnen. Denk eigenlijk. Kijk, dat vind ik ook zo lelijk. Dat zijn hier lijmranden van de bovenkant. En bij deze twijfelde ik namelijk ook al of die recht is. Nou, kom op. Ook niet helemaal dus. Kun je nagaan, dat is de lijmkant. Zit dus, nou, het is wel minimaal. Je moet niet zo surpieten. Het is echt nog een halve millimeter of zo. Niet die kant, deze kant. Ik vind die leuk. Hier dan kun je zien dat die toch ook niet recht is. Maf, hè? Ja, echt. Ik heb... Op een of andere manier heb ik daar echt zo'n timmermans oog voor. Kijk. Dit is namelijk de lijmlaag. Voor de rest ligt die in alle hoeken gelijk. Behalve hier. Dus ik ga hem zo doen. Dan moet ik hem iets uit het lood leggen. Dan valt hij het minste op. Want hier kwam mijn lintje overheen. Of ik leg hem juist wel zo. Want hier komt een lintje overheen. Wat is nou leuker? Gaan we altijd iets doen? Ja, ja, ik kan het me ook wel voorstellen. Zoals we ook les aan. Zullen we lekker even gaan wandelen? Nou vind ik wandelen niet zo heel erg erg hoor, maar ik heb af en toe ook zoiets van, hallo, it's mijn knuffel, mijn knuffeltijd. Ja, nou dat misschien ook wel, maar ook mijn knutseltijd. En die is eigenlijk ook heel erg dierbaar. Ik ga die doen, daar komt dan weer dat lint overheen. En dan weer die stans van twee kanten, zoals bij die andere kant. Raar, hè? En dan stampeer je, hè? Dan heb je het over merkpapier. Moet niet mogen. Al heb je geen merkpapier, moet het ook niet mogen. Maar van een Action kan je het verwachten.
even om. Oh jee, ik krijg het weer heel warm. Dus nee, maar ik vind het heerlijk als hij thuis is. Ik weet het niet, op een of andere manier ben je veel ontspannender of zo. Heb ik vaak. Maar zo als de kids thuis zijn. Ik kan hem niet op zijn gestreepte bovenaan doen. Er staan de karakters op de kop. Ik kan beter de karakters op de zijkant hebben staan dan op zijn kop. Nou, kom op. Ja, werk. Ik ga hem hier gewoon goed, wel goed plakken. Dan om deze. Dus ik moet ook even opschrijven een lintje. Het duurt wel even hoor, voordat het droog is. Dus je hebt alle tijd. Even kijken. Deze kant hoort boven. Nou, waarom blijft hij niet plakken? Er zit amper wat op. Ik heb hem alleen letterlijk aangeraakt. Het is wel handig als ik ook echt wel een streepje luim zet. Ja, nou wordt hij wit. Dat is beter. Koetje. Koetje, wake up. Maar kijk ze niet bij. Nou is net Crumpy Kit. Koetje. Oh, ze kan zo lekker knuffelen en snurken. En ze kan ook zo heel boos kijken. De Forest Line. Oh ja, die is wel heel erg gaaf. En ze hebben nu ook die, oh, hoe heet die, is dat die zeelijn? Even denken hoor. Het is wel vrij blauw. Ik vind hem erg gelijk op de Cosmoslijn. Oh, maar hij is zo leuk. Ik heb ook nog steeds zo, wat waar is namens ons? Zoveel leuke lijnen. Weet je wat ook zo leuk is? Hey, Dinaida. Ciao Bella. Ciao Bella is een, ook nou ja, het Italiaans kan ook niet missen. Zie je wat ik nou weer vergeet? Maar Ciao Bella is een Italiaanse lijn. Oh, die is ook zo leuk. Ik geloof dat ik mijn gedachten er even meer bij moet houden. Oh, bijna mijn water om. En daar heb ik, wat heb ik ermee gedaan? Alleen een dubbele... weet het meegemaakt. Canvas. Oh, die hebben ook met vosjes en zo. Helemaal geweldig. Ja, echt. Hou ervan. Wat nou weer, Daisy? En de allernieuwste lijnen, die heb ik niet eens, hè? Terwijl ik dat normaal echt als, nou, ik denk misschien wel als een van de eerste had. Maar helaas. Nee, dat is geen helaas. Ik heb inmiddels een behoorlijke verzameling met papier.
En ik moet er toch ook eens een keertje wat, echt wat mee kunnen doen. Want ja, ik ben nu ook heel druk met het mixed media. En dat is natuurlijk superleuk allemaal. Maar dan gaat je papier niet zo hard als met boeken. Dus toen had ik zoiets van, weet je wat? Buiten dat de projecten waar ik mee bezig ben. Ik heb nog zoveel in mijn hoofd zitten wat ik wil doen. Kijk, zo hoort hij dus oorspronkelijk. Buiten dat, dan ga ik live gewoon een album maken. Want zo kom ik er ook. En dan misschien hierna weer een. Of hierna ga ik weer wat anders doen. Of... Weet je, dat live is ook wel leuk. En vooral voor de nieuwere mensen. Je kan er toch altijd weer wat van leren. En misschien zijn er wel voor de oudere mensen ook wat. Dat ze zoiets hebben van, hé, hey, dolschaaf. Ik wil binnenkort voor Naomi live gaan. Maar dat is uiteraard op haar eigen groep. Maar dat even wachten tot daar de spullen van binnenkomen. Want die hebben ze zelf nog niet binnen. Dus ja. Yeah. Leuk, leuk, leuk. Vind ik. Zeg ik er even bij. En kijk nou zoals vandaag. Daar zijn we met wat meer man. En dan is het gewoon lekker, gezellig kletsen. Nou, dan schiet de tijd helemaal voorbij. Zo. Mijn rolletje. En inmiddels zijn we weer 2 uur verder. Niet te geloven. Wat ga ik maken? Nee, ik ben nu bezig met een album voor haar. Eigenlijk promotie. En wat ik ga maken, live bedoel jij, denk ik? Denk ik, denk ik, denk ik? Bedoel je dat? Even wachten hoor, want ik heb vertraging in mijn beeld. Welke Facebook van Naomi is Ladies Hobby Shop? Vorige keer zag je mijn reacties niet. Nee, dat klopt. Omdat ik heb het nu anders gedaan. Vorige keer toen had ik... mijn live, die kun je op 2 manieren aanstellen. Je kan hem aanstellen zoals op de aankondiging. Dus daar kun je hem onder vastzetten. En dat had ik vorige keer gedaan. En toen reageerde jij op een ander beeld. En dan werden 2 uitzendingen tegelijkertijd, zeg maar, gegeven. Het was gewoon dezelfde live, hoor. En jij reageerde op het andere scherm, terwijl ik op de ene scherm alleen kon zien. Ja, dat is een beetje een heel raar idee. Dus dat heb ik nu ook inderdaad niet meer gedaan. Want ik vond het gewoon helemaal niet handig. En wat ik live ga doen bij Naomi, dat kan ik nog niet vertellen. Want de spullen zijn nog in pre-order. Dus wij zitten zelf te wachten tot dat binnenkomt. En dan moet ik eerst gaan voorbereiden. Dus ik weet het niet. We gaan het meemaken wanneer het binnen gaat komen. Ik heb alleen opdracht, dus aanhalingstekens, de opdracht gehad. Ze heeft eigenlijk gewoon gevraagd of ik dat zou willen. Ja, dat wil ik wel. Dus ja, wat ik dan ga doen. Ja, leuk, leuk, leuk. Althans, ik zeg wel leuk, leuk, leuk. Het lijkt me leuk, leuk, leuk. En Naomi is zelf niet zo van de live. En het maakt mij geflauw, dus weet je, ik heb zoiets als ze kennen me toch niet. Ja, oké. Okay. Nou ja, jij kent me dan wat langer. Maar toch ook niet in real life. Ja, Stephanie kent me dan in real life. En van de groep. En voor de rest... kan je dat dan bestellen? Ja, het is de bedoeling. Het is eigenlijk een soort promotiefilmpje wat ik dan ga maken.
En er komt iets nieuws binnen. Ik kan alleen zeggen dat het met de feestdagen te maken heeft. Hè? Want die periode gaan we ook naartoe. En dan is het de bedoeling dat het daarna wel degelijk te bestellen is. Of het echt tegelijkertijd. Dus of dat ze zegt van nou weet je wat, we maken er een promopakketje van. Ja, dat zijn dingen, dat weet ik niet. Dat beslist Naomi zelf. Alleen deze nog. En dan is die helemaal bekleed. Ik vind hem eigenlijk wel erg gruwelijk leuk geworden. Ja, wat gaan we hiermee doen? Aan de ene kant zeg ik het contrast van deze. Want het is wel weer leuk met die. Dus dat zou zijn. Nou, heb ik hier inmiddels al een bende. Dat zeg je tegen. Maar die moet ik een heel vel voor gaan aansnijden. En daar heb ik eigenlijk ook weer geen zin in. Nog. Even kijken, dit is een dikke maat. En ik heb qua ideeën voor de workshops. Of voor de workshops. Voor de voor Naomi's site. Ik heb zoveel ideeën. En ik zei al tegen de dat wil ik doen en dat wil ik doen en dat wil ik doen. Maar ja, kan ook niet alles tegelijk. Nou, wat gaan we doen? Even kijken. Dit zijn labels. Labels hebben ook zwart papier. Nou, deze stuk heb ik dan ook nog. Of doen wij gewoon deze en daar zetten wij een leuke tekst op. Met een klein rood randje. The earth has music for those who listen. Dat is wel een mooie. Ik denk dat ik die ga doen. Gewoon basis. Combineert u niet met die. Dan doen we deze. Dus dan heb je een combinatie. Doen we hem zo. We doen hem zo. En dan pak ik deze tekst. Even kijken hoor. Pakken we deze tekst. Deze tekst. Joy. When the moon is full. Even kijken. There is a voice that doesn't really use words to listen. Ik pak die met deze tekst. Oké. Okay. Hele discussie met mezelf. Zo. Neem mijn vinger eronder, anders zie ik het niet. En dan gaat hij hier. Oh, en dat nieuwe spul waar ik mee gewerkt heb, hè? Hadden jullie dat meegekregen? Dat was van dat canvas. Dat was rijspeper van Stamperia. En dan had ik die roze jurk had ik bewerkt met het nieuwe goedje van er. Tenminste, dat goedje dat wil wij, ja. Wij, eigenlijk ik ook, waarschijnlijk toch in de collectie opnemen. Dat is zo leuk om te doen. Echt, geloof me, dat is echt super leuk om te doen. Dus daar ben ik ook nog aan het bedenken, wat kan ik er nog meer mee? Behalve alleen op rijspeper. Daar moet meer uit te halen zijn. Dus mijn radertjes die gaan ondertussen vreselijk tekeer. En ik hoop dat ze, ik weet niet of ze dat al besteld hebben. Of dat het nog, maar ja, het duurt wel even voordat het in Nederland is, denk ik. Ik weet niet hoe snel dat gaat. Ja, het is vreselijk spul om mee te spelen. Vreselijk leuk spul om mee te spelen. Zo. Even kijken, het is 5:05. Of, oh.
Doe ik het nou goed? Ja, ik vergeet alleen tape. Dus daar zal ik nog eens naar vragen bij de, maar ze is niet online momenteel. Ja, weet je, het is Jeanette, ik zit, Janet, ik zit even te denken, hè, en dan meedoen met je workshop. Ik wil wel gaan workshoppen en ook gerust onder de naam van Ladies Hobby Shop, dat maakt niet uit. Maar wij zitten een beetje met workshopruimtes. Kijk, het is op zich een online winkel en we hebben hier in Lelystad, ja, het is voor mij is Lelystad gewoon het handigste. Ook natuurlijk omdat ik geen auto heb en toch wat diverse dingen mee moet nemen. Nou, dat geldt natuurlijk voor Naomi zelf ook. Alleen die heeft dan wel weer een auto, maar die heeft dan weer een kleintje. En dan hebben we wel een workshopruimte hier gezien. Maar je zit nou ook weer met, tadaa, met de corona. Ja, hoe ga je dat dan helemaal aanpakken? Wat is wijsheid om te doen? Kijk, en dan kan je zeggen, je doet een workshop materialen erbij. Net zoals wat ik een keertje thuis had gedaan. Vorig jaar of zo heb ik dat gedaan. En het is echt ontzettend gezellig. Absoluut hoor, het is echt heel erg leuk. Maar het moet haalbaar wezen. Want je kan nou niet zeggen, ja, je zet 10 man bij elkaar. Ik denk dat ik van 10 man misschien ook helemaal niet vrolijk word. Ik vind het wel best wel lastig om gewoon in real life te doen. Terwijl ik dat wel kan, want dat ik vroeger ben ik ook een tijd een scraphex noemden ze dat, van Akkefietje geweest. Die winkel die doet het nou niet meer hoor. En dan hadden we ook complete workshop weekenden. Nou, super leuk, gewoon echt helemaal te gek. Ik vond echt altijd heel leuk, heel spannend. Was ik altijd heel zenuwachtig, maar oké, daar ben ik voor een live ook. En waarom? Ja, maar ja, dat dus. Het is gewoon, het is even lastig om dat soort dingetjes te plannen. Ja, dat is wel lief. Dat is wel lief. Maar ja, dat zegt Naomi ook hoor, ik kom je wel halen. Op zich zal dat ook het probleem niet zijn. Maar goed, dan ben je weer van iemand anders afhankelijk en... Ik pak trouwens weer walnootsteen. En dat vind ik eigenlijk altijd wel een puntje wat ik wel moeilijk vind. Ligt aan mij, ligt niet aan jullie. Dat is gewoon puur bij mijn hersenspinsel. Dat zit ik te denken. Zal ik hem hier doen? Dit is een magneet, hè? Dus dan moet ik even rekening houden. Ja, hij klikt nog steeds. Als ik hem hier doe, laat ik hem open. Let op wat ik ga doen. Ik doe geen tape. Ik doe hem alleen hier. Maar goed, daar moeten we het dus even goed over hebben nog hoe we dat allemaal gaan doen. Eerst zal die coronaperiode echt eroverheen moeten. Damien die wordt vanzelf ook natuurlijk wat groter. Dus die gaat binnenkort ook naar een peuterschooltje. Dus dan hebben ze ook ietsje meer tijd. We gaan het gewoon zien. Je kan het toch niet dwingen. Huhu, zo, we zijn er bijna. Ben ik nou nog... Oh, sorry, ik sta buiten beeld. Ik ben bezig dus met een tag uitknippen. Zo. En die geven nog een randje. Nou, zullen we die een iets feller randje geven? Nu blijf jij. Nou ben ik weer op zoek naar mijn boek. Die ligt hier. Nou had Ellen het vanmorgen over. Zijn jullie chaotisch? Nee. Hoe kom je daar nou bij?
akkefietje, ben je mee geweest? Ben jij er ook geweest bij dat, dat Disney weekend toen? En nog vast van mijn naam afgehaald. En nog... Waar ken ik jou daarvan dan niet, toch? Nee. Ik ken jou toch niet van akkefietje? Dat is al jeetje, dat is al zo lang... Nee, dat kan niet. Dat is al zo vreselijk lang geleden. Zo, Enzo, of Enzo. Serenity en Enzo waren er toen nog niet eens, nee. Mitchell wel. Misschien nou, ik denk zeker 15 jaar terug of zo. Zo, ik word oud. Oh. Zo. Ik vind hem leuk zo. Oh, even mijn tafel is behoorlijk rood. In oktober in een huis. Die workshops die wisselden ook. Oké. Ja, hun winkel was ook in een huis. Hè? Een soort van huis was het winkelpand. Nou, dan zal dit dus pagina 2 en dan deel 3 zijn. We hebben de voorkant. De ene kant wou ik hem bewerken. Ik twijfel nog steeds of ik dat ga doen. Dan doen we hem open, hebben we de tag erin verstopt. Dan doen we hem open. Dan krijgen we de twee raampjes. Het is echt plenty photo place. Ik vind hem erg leuk. Maar ik moet wel zeggen, ik denk dat dat ook een heleboel aan het papier ligt, hoor. Nou, zagen jullie ook met deze dat je gewoon foutjes hebt. En foutjes zijn er, kijk, daar was ik bang voor. Deze lot doet het niet. Foutjes zijn er om opgelost te worden. Zo. Ik zat al te wachten op deze. Dan gaat dit hem worden voor vandaag. Een gebouw. Nou, dat zegt mij even helemaal niks meer. Weekend. Ik kan het ook heel slecht lezen op de afstand. Slagpennen wandelen. Nee, het zegt me zo inderdaad even niks. Maar goed, oké. Okay. Het is al zo lang geleden en ik ben zoveel kwijt uit die periode. Maar ik heb dat altijd heel erg van genoten, van die workshops. Ik ga hem hierbij laten voor vandaag. Ik ga even kijken wanneer we deel 4 gaan doen. Deel 4 wordt dus een nieuwe pagina. En dan denk ik dat dat de wortel gaat worden. Denk ik. Lijkt me een goed plan. Of niet. Zien we dan wel weer. Geoot? Wel nee, valt er wel mee. Dames, ik dank jullie wel voor deze vreselijke leuke morgen. En ik zie jullie snel weer. Dankjewel.